Hallo allemaal, leuk dat je kijkt. Ik heb in mijn vorige Kiba Lightstream verteld dat ik weer magische boeken aan het lezen ben, fantasyboeken. En vroeger als kind deed ik dat ook al heel veel. Ik was altijd gek op dat soort boeken. Ik heb ook wel tot mijn 16e sprookjes gelezen. Ja, alles wat met magie en fantasy te maken had en sprookjes, ja, dat vond ik helemaal geweldig. En ik ben nu weer die boeken aan het lezen. En ik ben nu de 10 wetten van de magie aan het lezen van Terry Goodkind. En het is echt zo bijzonder hoeveel wijsheid je daaruit haalt. Hoeveel informatie het geeft over ons dagdagelijks leven. En die wil ik ook heel graag met je delen. En het eerste wat ik met jullie wil delen is hoe Richard, een tovenaar, aan zijn informatie komt. Richard die is geboren in Hartland, een land zonder magie. En hij wist ook helemaal niet dat hij de gave had of dat hij een tovenaar was. Daar komt hij eigenlijk pas achter als hij jong volwassen is. En hij heeft ook niemand die hem iets over de gave kan leren. Want er gebeuren natuurlijk allemaal avonturen, waardoor hij heel vaak er alleen voor staat. En hij weet dus, ja, hij weet dan dat hij de gave heeft, maar hij weet niet hoe hij die moet oproepen. Hij weet niet hoe hij dat moet gebruiken. Hij heeft nooit een les gehad in magie. Dus ja, hij moet het eigenlijk allemaal zelf uitvinden. En ja, hoe hij dat doet is heel interessant. Want ja, hij heeft het niet geleerd, maar die informatie zit natuurlijk wel in hem. En op het moment dat hij in grote nood is, problemen moet oplossen, dan keert hij eigenlijk naar binnen en dan komt die informatie komt als het ware vrij. Dus door zich helemaal in het nu af te stemmen, dus hij laat alles los, hij richt zich op de oplossing. Hij is helemaal in het nu en hij handelt dan helemaal vanuit zijn intuïtie, instinct, vanuit zijn gaven. En dan weet hij dus ook precies wat hij moet doen, zonder dat iemand hem dat geleerd heeft. En sterker nog, heel veel tovenaars die zeggen vaak tegen die, ja, maar dat kan helemaal niet, dat bestaat niet, zo hebben we het nog nooit eerder gedaan. Maar omdat Richard het uit zijn eigen innerlijke haalt, zijn eigen weten, zijn eigen wijsheid, zijn eigen gave die in hem zit, komt hij ook tot hele originele ideeën. Omdat hij juist niet heeft geleerd en dat magie volgens een aantal stappen moet werken. Hij kan het daardoor ook heel origineel benaderen. En ja, dat wat ik heel graag met jullie delen, want ik herken dit ook zo in Richard. Ik heb zo vaak geroepen, wie helpt mij? Wie vertelt mij wat ik moet doen? Ik moet het allemaal zelf uitvinden. En dat is ook wel wat pioniers, lichtwerkers, coaches, trainers zijn vaak pioniers die ja, de nieuwe weg ontdekken, zodat ze dat dan weer kunnen doorgeven aan anderen. Maar dat betekent wel dat het onontgonnen is en dat je ook nergens op kan vertrouwen en het zelf moet uitzoeken. Maar soms voelt dat ook wel heel erg alleen en eenzaam. En soms dan heb je ook zoiets, ja, maar hoe moet het dan? En waarom leert iemand mij niet iets? Dat zou toch veel gemakkelijker zijn? En Richard laat dus heel mooi zien dat jij alle kennis, wijsheid in jou hebt. De gave, je intuïtie, wie jij werkelijk bent, zit in jou. En dat kan alleen maar vrijkomen, juist door helemaal in het nu te zijn en ook oude denkbeelden te durven loslaten. En ja, het nieuwe te durven omarmen en te vertrouwen op de kennis en de wijsheid die in jou zit. Dus, en in die zin is het hele leven is een les. Alle puzzelstukjes die jij in jouw leven ziet, ja, als je die in jou integreert en toevoegt aan jouw kennis en wijsheid, dan ontstaat jouw eigen unieke kennis en wijsheid die jij dan wel weer kan doorgeven om anderen te inspireren om ook hun eigen wijsheid te ontsluiten. Dat is echt wat de coaches van nu te doen hebben. We hebben echt een hele nieuwe manier van coachen nodig vanuit holistisch, intuïtief en systemisch perspectief. Waarbij je echt eerst zelf naar binnen hebt te gaan, maar dan ook anderen leert hoe zij naar binnen gaan. En niet meer door anderen te vertellen wat ze moeten doen. Stappenplannen helpen je natuurlijk altijd een eindje op weg. Maar uiteindelijk is het is iedereen zijn eigen oplossing uniek en heb je die in jouzelf te vinden. Dus
coachen in het nu betekent altijd de weg naar binnen en je eigen kennis en wijsheid ontsluiten. En natuurlijk zijn daar wel een aantal hulpmiddelen voor, want Richard krijgt ook heel veel hulp. Hij krijgt heel veel puzzelstukjes aangereikt. Maar in hem moet hij het samenspelten tot één geheel, zodat hij daarmee kan werken. En laat het boek ook steeds zien dat het ook zijn eigen unieke manier moet zijn, omdat het anders niet werkt. En ja, dat is een hele mooie boodschap die ik in deze video wil delen. Ik zie je graag terug op dit kanaal en graag tot de volgende keer. Hoi hoi!